De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Op 3 maart kan er weer gestemd worden. In Kampen doen er 9 partijen mee. Om je te helpen kiezen stelt IJssel TV de verschillende lijsttrekkers aan je voor. In de speciale verkiezingsserie Kampen kiest. Mijn naam is Bert Boerman. Ik ben wethouder voor de ChristenUnie hier in Kampen. Dat heb ik de laatste 4 jaar met heel veel plezier gedaan. Nou, wat mij vooral bezighoudt, dat is allerlei ruimtelijke opgaven, architectuur. De manier waarop woningen ontworpen worden en zich verhouden tot hun omgeving. Nou, dit is voor mij de mooiste plek van Kampen, omdat in dit stedelijk museum het werkelijk ook de kern van de gemeente is. Het is het centrum van de gemeente. Hier was ook het oude stadhuis altijd gevestigd. Eigenlijk vind ik dit nog de locatie waar de burgers samen zouden moeten komen in geval van grote spanningen bijvoorbeeld. Ik denk dat parkeren in de eerste plaats op de korte termijn aan de randen kan worden opgelost. Daar is ruimte genoeg. In de binnenstad zelf ingrijpen, dat vergt meerdere jaren voordat je daar een goede oplossing hebt. Maar op korte termijn kan er bij de buitenwachten extra geparkeerd worden. Je zou kunnen kijken of je op het Van Heutsplein nog een noodvoorziening kunt maken. En als derde zeg ik dat de locatie bij de Hagen zou kunnen worden opgewaardeerd. Als je dan ook de looproute vanaf het burgemeester Berghuisplein naar de binnenstad nog eens aanpakt, fors verbetert, dan moet er een oplossing denkbaar zijn. Het keldertje moet dicht, omdat het er helder is dat het niet heeft geholpen om het drugsgebruik te verminderen. Sterker nog, het heeft drempelverlagend gewerkt en er is sprake van een overlastsituatie die opgelost moet worden. Het antwoord daarop is ja. Is dat dan vandaag al nodig? Nee, dat is nog niet vandaag nodig. Dat is in de toekomst nodig. En dan praat ik over een periode van pak en beet zo'n 10 jaar. Waarin de locaties binnen de gemeente zijn volgebouwd. Nou, dat betekent dat je keuzes moet maken. En wij hebben ervoor gekozen om in een gebied die toch al op de kop staat, waar de Hanselijn wordt aangelegd, waar de Rijksweg 50 is, om daar dan ook de woningbouw te programmeren. Nou, de ChristenUnie is een christelijk sociale partij, stabiel en betrokken bij de samenleving in Kampen. Wil wijkgericht werken, samen met de mensen vormgeven aan hoe we hier samenleven in onze prachtige gemeente. En dat is wel het kernpunt van de ChristenUnie. Opkomen voor de zwakkeren, mensen die het nodig hebben. En daarnaast ook omgaan met de middelen die je ter beschikking hebt gesteld.